Hoi, leuk dat je kijkt naar deze shoplog. Ik ben dit keer bij de Albert Heijn geweest. En na de aflevering dacht ik, dat doe ik echt nooit meer. Niet voor mijn weekboodschappen, misschien wel af en toe. Maar het was 120 euro. En het was vooral omdat ik gewoon best wel veel nodig had. Want we hebben het weekend overleefd met 4 kinderen. Die echt allemaal volgens mij in de groeispurt zitten. Hoi, buddy! Want ze aten echt ontzettend veel. Er zijn denk ik 3 broden erheen gegaan. Een blok kaas, 2 pakken hagelslag. Bijna al mijn beleg. Ik was wel. Dus ik moest echt wel veel aanvullen. En deze week kwam het gewoon eigenlijk beter uit dat ik met de kinderen de boodschappen ging doen. Dus ik wou het gewoon bij de supermarkt erbij doen. En ze zijn ook 2 dagen vrij. Dus ik heb ook wat meer extra's voor de lunch. Of gewoon wat meer typische speciale lunchdingen. Omdat het toch een soort van lang weekend vakantieachtig gevoel is. Dus. Dit is opgedeeld in avondeten en snacks, omdat het ook weer zoveel was. En ik denk misschien is het leuk om te zien wat voor snacks ik allemaal in huis heb. En het is eigenlijk zo dat ik het allemaal zelf opeet, maar ja. En misschien ook wat inspiratie voor als je kinderen nog naar school moeten. Voor tussendoor of zo, en je dat een beetje vast wat je zou kunnen geven. Ga jij mij helpen? My poor little handicapped puppy. Hij heeft vanochtend zijn speeltuin in zijn ogen gekregen. En we zijn dan naar de dierenarts geweest. Maar hij kijkt nog steeds heel zielig. Die vindt het ook nog steeds niet fijn, hè? Nee. Poor thing. Oké. Dus deze week gaan we eten. Het begint gewoon even hier. We eten vanavond fajitas op request van Logan. Die wilde graag wraps eten met kip. Dus ik heb kip. Ik heb 2 pakken wraps. Vooral omdat ik dacht dat 1 pak wraps van 6 niet genoeg gaat zijn voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Gewoon de simpele fajita kruiden. Ik heb een klein blikje bonen erbij gedaan. Wat paprikaatjes heb ik nog. Dus dat is goed. Morgen eten we dan, tenminste de kinderen eten poffertjes. En Pascal en ik eten dan de Thaise pad thai. Dus voor 2 kinderen. Ik denk echt wel dat ze wat over gaan houden. Maar dat kunnen we dan even op de volgende dag leuk bij de snack of bij de fruit of zo meegeven. En dit zag ik staan, die waren in de aanbieding. Dat wil ik eigenlijk wel eens proberen. Pad thai klinkt zo lekker. En het is alleen maar met groenten, dus ik ben benieuwd. Dus dat eten we. Dinsdag, woensdag eten we asperges. Ik denk, wat zijn we? Dus ik heb asperges saus, hoe zeg je dat? Hollandaise saus is dat zeker? Asperges, ham, eieren kan ik nog koken, dus dat is dan ook een maaltje. Dan eten we donderdag, hebben we een barbecue, dus dan hoeven we dat niet te eten. Vrijdag eten we lasagne, dat heb ik nog in de vriezer staan. Zaterdag is altijd vrijdag en zondag eten we dan varkenshaas met aardappelroketjes en een salade. Salade kunnen we vast nog wel, ja die sla moet ik sowieso dan nog gaan halen. Maar voor mezelf, voor lunch heb ik dan weer kipspiesjes met ijsbergsla. Kan ik meenemen aan mijn werk met komkommertje, tomaatje, beetje sla, saus, dat soort dingen. Ik heb een keer als extraatjes knakworstjes voor die kinderen. De kaas was op, al het vleeswaren was op, dus ik heb boterhamworst en zijn kinderen kozen zelfs gekookte worst uit. De dip. Ik heb vorige week ook dip gekocht, maar ik heb er altijd graag eentje op voorraad. Dus we hebben eventjes eentje, want de laatste die in mijn voorraadkast stond, die is van het weekend ook aangebroken. 2 verschillende soorten hagelslag, want als je je kinderen meeneemt, dan wil de een die en de ander wil die. Flesjes bruiswater, want dat helpt voor mij heel erg tegen mijn hongergevoel. Pakjes drinken voor school. Dan hebben we geloof ik de stapels, hè, de stapels die je echt, die ik nodig heb of voor het avondeten, hebben we gehad. Dan komen we op de snackafdeling. En zoals je ziet snacken wij erg graag. Ik heb sowieso, ik zag deze, die zijn ook nieuw, snoepgroenten, daar hoef ik ze zelf niet mee te doen. Het zal vast niet goedkoper zijn, en ja, nu wel omdat het in de aanbieding was, maar highly doubt dat het zo blijft. Dus die gaan we dan met hummus eten, de hummus was ook in de aanbieding. Paprikaatjes ook voor de fajita, maar ook voor de kinderen om mee naar school te nemen en in de hummus te duppen. Dit geven we trouwens ook gewoon aan de kinderen mee hoor. Ze eten niet altijd de hummus, deze eten ze 9 of 10 keer wel. Die met tomaat vinden ze niet zo, maar paprikaatjes eten ze wel. We hebben perziken en appels. En kwark, dit is meer voor mij om tussendoortje mee te nemen. Dit is ook iets voor de kinderen als ze uit school komen. Of soms, wij doen niet echt aan toetjes, wij doen wel aan snackjes na het avondeten. Mogen we zoiets uitkiezen bijvoorbeeld. Geen idee of ze die lekker vinden, maar het zag er lekker uit. Proteïnereepjes, deze vind ik echt zo lekker. De cookie and cream zijn wel rete duur, maar ik dacht, nou ja, ik moet maar 2 keer te werken deze week. Nemen we die mee. Dan een beetje de zoutafdeling. Zouten sticks, altijd goed voor de kinderen, voor mij. Wie dan ook. Cashewnoten vind ik zelf heel lekker om een handje van te nemen als tussendoortje. Die koekjes, ook lekker bijvoorbeeld als na het avondeten of voor mee naar school of als ze uit school komen. Als ik zelf een beetje snijtrek krijg, zijn 2 van die koekjes wel lekker.
Deze had ik ook bedacht om te proberen. Zag er ook lekker uit. En dacht om op aanvulling op die aan het proberen. Ik weet, meestal vind ik ze een beetje droog. Dus ik ben benieuwd. Dan weer de chocola, wat we eigenlijk altijd als toetje doen. De volwassenen in ieder geval. Dus dit zijn meer voor de volwassenen voor de hele week. En Logan die vroeg wat hij deze dan mocht hebben. Dus nou ja, dat mocht natuurlijk. Want dan blijft hij lief in de winkel. Dus ze kunnen, kan hij dat samen met zijn zus delen als wij deze aan het opvatten. Dit is trouwens niet per avond. Hè. Wij nemen maar een stukje ervan. Kinderen wel ook watermeloen. Moest voorgesneden zijn. Lag ook al een halve uur van mama zei van, joh, die kan je ook aansnijden. Dus we vonden deze lekkerder. Kaasjes. Ik geef best wel graag een kaas mee naar school. Want dan hebben ze gelijk een beetje een proteïne en vet binnen. Makkelijke snack. Gezond. Dus ja. Deze zagen ze ook liggen, dus die moesten ze natuurlijk ook hebben. Hetzelfde verhaal voor mij naar school. Ze hebben morgen schoolreisjes. Ik kan er wat leuks mee maken. Als ze uit school komen na het avondeten. Als ze zo kijken, denk je van, oh, ze hebben snacken best wel veel. Maar dit gaat echt niet in één week op. En die gaat waarschijnlijk wel in één week op. Laten we wel weten. Die waarschijnlijk ook. Maar deze twee dan waarschijnlijk weer niet. Want ik heb nog zouten sticks liggen. Die gaat waarschijnlijk ook niet in één keer op. Dat is gewoon een probleem als ze erbij zijn. Dan willen ze iets uitkiezen. En dan blijven ze liever ook als ze dingen mogen uitkiezen. Ze mogen zelf bepalen wat er in hun trommeltjes komen. Dat soort dingen dus. Ja. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef een duimpje omhoog als dat zo was. Want dan weet ik dat jullie dit soort video's leuk vinden om naar te kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En op het notificatiebelletje te drukken. Zodat je weet wanneer een video van mij online komt. Laat in de comments achter weten wat jouw favoriete snack is. En dan zie ik je in de volgende video.